Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een nieuwe aflevering van Planet Zoo. Jongens, we gaan weer lekker verder waar wij natuurlijk de vorige keer waren gebleven. Dus dat komt helemaal goed. We hebben natuurlijk een hok gebouwd. We kunnen nu op zich kunnen er natuurlijk wel dieren in. Slaapplekken hebben we gebouwd, dus dat gaat helemaal goed komen vandaag. Natuurlijk had ik gezegd dat ik aardvarken erin wilde gaan doen, omdat er niet zo heel veel dieren natuurlijk in de koning was, maar dat valt wel mee. Er zijn toch wel veel dieren. Kijk. Behalve dan deze natuurlijk. Dit zijn gewoon de dieren die officieel zijn, zeg maar. Als ik naar dierenhandel ga. Kijk, daar zie je. Ik zou zeggen dat dit de enigste is, hè? Maar als ik hier op volgende druk. Kijk. Dan hebben we flamingo's. Kunnen we, ja. Kijk, zo'n beetje. Een gaviaar. Eigenlijk zeg maar van alles. Neushoorns, Indische olifant. Maar ik wil eigenlijk kijken wat voor dieren hier. Ervoor zijn. Moet ik even gaan kijken. Welke hadden wij? Wat is die, ja? Juist. Bison. Gaffenbok. Gamsbok. Steppen, zebra, struisvogel. Zullen we struisvogels doen? We kunnen natuurlijk ook, ja. Struisvogel. Ik denk dat dat iets is wat echt wel bij ons is. Dierenhandel. Bij de S. C. De G. V. N. Pandas, dat wil ik ook wel hebben. R, rode. Sabbel. Van een olifant. Volgende, sneeuwluipaard. Giraffen zijn dit, dat kan natuurlijk ook. Springbok. Grote liefstwachting. Ik ga eerst heel even kijken naar. Die moeten, dat, ik denk dat we struisvogel gaan doen. Twee, drie. Giraffen, maar ik wil de struisvogel hebben. Struisvogel.
Als we die nou even gaan pakken. Adopteren. Adopteren. Maar je hebt dus echt veel meer dierenwand dan het is. Toen heb je ook giraffen, pagina 6. Wolven, zeekrokodil zelfs. En dat was het. Dus misschien moet ik toch... Ja. Geen bewaker. Zullen die dan maar eens even... Doen beveiliging. 1, 2. Dat is goed. Maar we moeten natuurlijk ook voer nog hebben. Zullen we dat dan maar eens eventjes gaan doen. Verblijf. Struisvogel. Klein, dan het liefst natuurlijk groot. Kijk. Speelgoed van de struisvogel. En een mooie sproeier. We kunnen altijd natuurlijk ook hier veel meer doen.
Oké. Dierenhandel. Ah, dit is vivariumhandel. Wat is dat dan? Daar kun je al die dingen erin doen. Zitten allemaal in het handelsscherm. Struisvogel. Ah, die zit gewoon in het dierenopslag nog. Dierentuin sturen. Dierentuin sturen hier. Dierentuin sturen. Wat is wel groot zeg. Die zijn wel groot zeg, dat beest. Kijk. Toegankelijk. De voedselkwaliteit moet op de verblijfsdeur staan. Klasse 3. Zwapens, beschikbaar water is goed. Goed. Alleen eten, dat moet nog. En deze dan, dat moet dus ook. Ja, is het de thuis van de dansers?
Welke taal doen we dan? Zelfs voor als die tijd hebben. Het belangrijkste is dat ze alleen dat gras dat moet nog wel groeien, dat heb ik hier dus ook mooi netjes gedaan. Er zijn er dus 4. 1, 2, 3, 4. En kan op een gegeven moment kunnen ze natuurlijk groter worden. Dus dat is wel een dingetje. Maar qua eten dat, ja. Eten zit er hier ook niet in, hè? Daar is genoeg water en dat is daar dus ook. Je kunt zien of ze nog veel eten. Met een zeer voeding. Oh. Hij smijt hier eten in. Waar we ook gelijk de zorgen aan voorbij. Eten gaat dus automatisch, dus ook geschikvoer. Dus dat is goed. Gaat hij nu ook bij zich pakken. En dan gaat hij dat onderzoeken. Ik ga hier wel in ieder geval de video afsluiten. De game begint wel wat leuker te worden. Maar ja, het moet natuurlijk veel meer dieren. Ik weet maar, het eten dat was even lastig. Maar als het goed is, wordt dat nu allemaal automatisch gedaan. Dat is goed, die ook. Alleen dan moet dat daar.
nog ook gebeuren. Ik ga even de video afsluiten, jongens. Wij zien elkaar in ieder geval gewoon weer lekker aan. Dinsdag weer terug. Hopelijk zijn jullie er dinsdag er ook bij. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot dinsdag dan weer, jongens. Mazzel!